go. Top. Oké, okay, welke kleur ben ik? Jij moet blauw scoren, hè? Ja, ja, ja. Jij moet hem afleggen. Ja. Dit wordt echt top. Vrees je een trucje. Moet ik nog een trucje doen? Ik doe, ik doe elke week ook mijn trucje van de week, hè? Doe dan. Ja, ik ben dat niet, G. Oh. Mooi! Oh! Zee! Oh! 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 Golazo. Oh, ik sta wel zelf in de goal. Ja. Oh! Moet je maar... Oh, ik zeg niet eens meer woorden. Oh, met twee man, FC Zaag. Kijk, rood, kijk. Ja, rood, zeker. Nee, zeker niet. Ah! Wat een rood. Was het rood? Was het rood? Nee, man. Oh. Ja, nee. Rood. Rood? Ja, ter Apes, zeker. Hou op, dit nee, dit is echt... gewoon het logo van FC Twente, hoor, wat je daar ziet. Nee. Trucje van de week. Oh. Doe dan. Mooi, zakelijk paasje. Hey! Oeh! Hoor. Attraction. Zeer aantrekkelijk voetbal. Absoluut. Oh! Nee! Oh! Jezus, man, die hoort toch in! Dat is echt een goede aanval! Ja, altijd. Altijd, ja. Kijk eens. Doe maar! Oh, schiet daar! Goal! Nee, man. Maar nee, even kijken door. Naar de herhaling, hoor. Nee, hier, mooi. En weggedraaid, schieten. Mooi, joh. Kansloos. Wat nou, je bent niet goed in afronden. Hou op, hoor. Maar wie was het? Wie van de twee? Ja, dit was Pascal, ja. Sorry, man. Wow. Sowieso niet geweest, ja. Die kan dit wel. Nee, wij spelen ook echt wel. We hebben wel rood. Het voelt alsof ze met een mannetje minder spelen van. Ja. Hij was zo achter. Ja, heeft hij nou strafschop? Doellijn techniek. Ja! Nee! Wij weten het niet! Weet je, doe maar wat. Ja. Zie je. Je moet rennen. Gewoon rennen. Nee, rennen in de richting en schieten. Ja! Hakim. Nou, Sarina, ik ben Jill geen penalties laten nemen, hoor. Maar waarvoor kreeg je die in godsnaam niet? Het ligt open achterin, jongens. Maak hem. Ja, Golazo. Ah, lekker. Wat doe je? Lekker, Frank. Je hangt zo. Dan kom ik. Oh, twee mannen borsten. Eén is slepen. Ah, Het was gewoon een salto. Jezus. Oh, ben ik dit? Nee, dat ben jij niet. Ja. Oh, ga! Ga! Schiet daar! Keeper, wat doe je? Mijn hemel! Ja. Oh, dit was wel lekker. Oh, jongens. Ja, hier! Nee! Keeper! Ja! Buitenspel, toch? Buitenspel. Goal! Zo. Nee. Is het een Jantje? Wat doet die keeper? Nee, een Jantje, een pure Jantje is in de eerste helft. En de wedstrijd is nog niet afgelopen, hè? Nee, we hebben nog even. Hoezo spelen we opeens zo lang ook gewoon? Ja. De koeien! Kan je zien dat ik het niet kan? Jezus, dit wordt pijnlijk, hoor. Is het nog realistisch? Oh, nou, zeker. Ja. Oh, het ligt helemaal open achterin. Kijk eens, steken. Ja hoor. Oh, jongens, het is een kaartenhuis. Tukkerland wordt gek, hoor. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Kappen, ja. Vernederen. Golazo. We proberen het gewoon zo. Geïnteresseerd. FC Geel. Komt-ie, hè? We beloven wat vrijdag, jongens. Iedereen is helemaal kapot van al die snijding. Oh!
Nou, de eerste set is gespeeld. 6-0. Amateur gezet en hun ding op proef. 6-0. Dubbele Jantje. Nee, en we moeten nog even kijken wie je maakt. Frutale. Kom, we gaan de keeper wisselen. Wat gebeurt er achterin? Hè? Precies niks. Ja. Jullie gaan toch als licht. Nee, oh. Nee, nee, nee! Oh. Dit gaat vrijdag ook dit gebeuren. Gaat sowieso vrijdag gebeuren. Maar als Zwolle scoort, heel snel de 1-0, dan is Gio bang, denk ik. Niks in nee. Ja, ik denk het ook. Woehoe! Nou, dus. Nou. Is toch leuk dat je hier oké, maar even, hè. Wordt het, is het eigenlijk Zwolle Twente of Twente Zwolle? Twente, Zwolle. Twente, Zwolle. Oh, we hebben volgens mij Zwolle Twente gespeeld. Ja, dus het wordt andersom. Dus het wordt andersom misschien. Ja. Ja. Halveren met de punten. Halveren met de punten. En dan halveren de punten. En dan... 4-3. Of 3-4. Maar eerlijk, ik vond ons best wel goed. Ik ook. Ik speel normaal met Lee. Dan gaat het iets minder goed. Ik zie ergens een verband. Helemaal geen duidelijk...